CD&V-voorzitter Wouter Beke stelt een inflatie vast aan politieke informatie over de gemeenteraadsverkiezingen. Hij vreest dan ook dat die veelheid aan informatie bij de kiezer leidt tot een verlies aan relevantie. De kiezer vindt volgens Beke ook moeilijk inhoudelijke houvast. Als we eens kijken naar die campagne zelf, er is wat men noemt de sociale media. Alhoewel niet echt duidelijk is wat er zo sociaal is aan die media. Maar spelen effectief een grotere rol, maar hoe schat u zelf die sociale media in? Ja, die sociale media die spelen wel een rol. Je ziet ook dat er heel veel media, gewone media zijn die de gemeenteraadsverkiezingen tot de hunne maken. Een beetje een inflatie denk ik ook van al die media. Want het heeft tot gevolg dat je eigenlijk 12 uur per dag de media kan afschuimen gaande van wat de nieuwsredacties hebben gebracht naar wat de regionale televisies doen, de openbare zender doet, de commerciële zender doet. Er is nog een nieuwe partner daarbij ingeslopen, waardoor dat veel kiezers denk ik tussen het bos de bomen niet meer zien. Vroeger had je een aantal momenten die er waren, die had je best niet gemist. En dan wist je ook waarover dat het ging. Doordat er nu zoveel media zijn, is er een zekere inflatie en dus ook een ontwaarding van de relevantie daarvan. Ja. Bovendien zie ik toch ook wel en stel ik toch ook wel vast dat heel wat van die sociale media zijn nut hebben. Het brengt de relatie politiek en burger korter bij elkaar, maar dat het ook wel wat gemanipuleerd kan geraken. Hè. Aan de nieuwsredactie van de VRT, hè. Daar kunnen bijvoorbeeld wat vragen gesteld worden. Maar het volstaat genoeg om met een aantal mensen te mobiliseren om uw thema als het thema te maken in uw stad of in uw gemeente. Ik heb al eens al lachende gezegd, als ik met een tiental vrienden het thema kan zetten, dat het een schande is dat er nog altijd olifanten rondlopen in Leopoldsburg en dat het bestuur daar niks aan doet. En ik weet mijn vrienden daarvoor te engageren om daarvoor te stemmen, dan is dat het grootste probleem dat er loopt. Alhoewel, ik kan u verzekeren, er zijn geen olifanten in Leopoldsburg.